Leuk dat jullie weer kijken bij deze nieuwe video, jongens. Ieder jaar maak ik een video zoals deze. Maar in deze video wil ik gewoon even met jullie door de nieuwsberichten heen gaan. Er zijn weer een aantal dingen waar ik me namelijk aan heb geërgerd. En ik denk wel vele anderen. Voor de mensen die mij volgen op Instagram, @PyroTeamDelft, die hebben wel wat voor dingen voorbij zien komen al. Maar ik wil toch in een video met jullie daar naartoe kijken. De gemeente Amsterdam, laten we daarmee beginnen. Amsterdam, jongens, is echt een gemeente die gewoon alleen maar haat zaait op het gebied van vuurwerk, maar ook op andere dingen die slecht zijn voor het milieu en wat dan ook. Je ziet nu een brief die is verstuurd aan heel veel inwoners van Amsterdam en dat vind ik echt te bizar voor woorden. In die brief wordt namelijk uitgelegd hoe je een vuurwerkvrije zone kan aanschaffen. En het is zo uitnodigend dat je eigenlijk er niet aan kan ontkomen om zo'n vuurwerkvrij gebied aan te vragen. En daar vind ik dat ze echt heel erg ver gaan als gemeente zijnde. Ik heb toen ook iets gedaan op Instagram. Toen heb ik gezegd van laten we met z'n allen de hashtag vuurwerkblij onder hun laatste post zetten. Nou, toen waren er volgens mij iets van 1000 mensen die dat hadden gedaan. Dat was heel erg vet om te zien. Maar ik vind het gewoon heel erg ver gaan dat je als gemeente zijnde dat je brieven eruit stuurt en zoals jullie ook in de brief kunnen zien, staat er ook een stuk waarbij in dezelfde zin er wordt gepraat over een vuurwerkvrije buurt en het verminderen van overlast. En daar vind ik ze echt, dat vind ik echt het meest bizarre stuk. Dat is namelijk hier bovenaan. Er staat hoe zorgen we samen voor minder overlast door vuurwerk en hoe stimuleren we vuurwerkvrije buurten. Nou, ik vind dat Dat slaat echt alles, vind ik. Toen ik het las, iemand stuurde hem namelijk naar mij. En toen dacht ik bij mezelf van, meen je dit echt? Er wordt dus serieus een bericht naar iedereen uitgezet van laten we, eigenlijk met andere woorden, deze brief betekent eigenlijk van laten we met z'n allen vuurwerkvrije buurten maken. Dus ook al zijn er heel veel mensen die bijvoorbeeld geen mening hierin hebben, als je dit zo leest, dan denk je bij jezelf van ja, laten we inderdaad ervoor zorgen dat er weinig overlast in mijn buurt ontstaat door het aan te vragen van een vuurwerkvrije buurt. Te bizar voor woorden, echt waar. Ik kan er gewoon niet bij komen waarom dit zo gestimuleerd wordt. En ja, we weten allemaal de discussie van wat zorgt er nou voor overlast en wat zorgt er niet voor overlast. Ik heb er ook een tijdje geleden een discussie over gehad met een agent. Een hele chille agent. Het was dus niet echt een discussie, maar eerder een gesprek. En die gaf ook aan dat het woord overlast ook in de wet is echt per persoon anders. Ieder persoon en ieder agent die ervaart overlast op een andere manier. Weet je wel? Dus ja, de ene ervaart dat van 1 knetterlint en de andere pas bij 10 knetterlinten tegelijk. Waardoor het fenomeen overlast is gewoon een begrip die heel ver uit elkaar ligt. En ja, met oud en nieuw is er zeker overlast. Zeker weten. Maar iedereen weet ook dat als er een verbod komt, dat die overlast echt niet minder wordt. Sterker nog, alle overlast die nu plaatsvindt, dus dan heb ik het over gewonden, heb ik het over mensen die er verkeerde dingen mee doen, dat ontstaat allemaal vanuit illegaal vuurwerk en is dus al verboden. Afijn, dat hele verhaal kennen jullie, ook van mij, ook van Ruben. Dat is mijn mening daarover. Maar het is gewoon nog steeds te bizar voor woorden dat het illegale vuurwerk een soort van wordt bestempeld als vuurwerk dat niet getest is. Want ik zat net ook weer een video te kijken van de NOS. Die laat ik jullie niet zien. Alleen daarin wordt verteld dat vuurwerk, illegaal vuurwerk, heel erg gevaarlijk is. Omdat het niet getest vuurwerk is. En het kan bijvoorbeeld zomaar ontploffen. Maar mensen die onze video's al jarenlang kijken, die weten dat vuurwerk bijvoorbeeld uit België een veel langere lont heeft dan vuurwerk uit Nederland. En het is inderdaad niet in Nederland getest en daardoor mag het niet in Nederland. Maar dat wil niet zeggen dat het helemaal niet getest is. In België is het getest en in bijna alle landen is het getest waar het mag. Het volgende stukje waar ik het over wil hebben is een stukje van een nieuwssite van Tubantia. Is volgens mij ergens in Twente, of in ieder geval in die regio is dat een krant. En er staat: een campagne moet vuurwerkverbruik in Enschede ontmoedigen. Dat is al dus letterlijk het onderwerp. En ik ga zo er even op in, maar het gaat er dus om dat door middel van een campagne willen ze dus een cultuuromslag doen op het gebied van met oud en nieuw. Dus het feest moet anders gevierd worden volgens een bepaalde mensen. En wat gebeurt er? Net als bij de Zwarte Pieten discussie
dan ga je een groep krijgen die een bepaalde mening in iemand anders mond wil schuiven. Want laten we eerlijk zijn, bijvoorbeeld vroeger vond iedereen het geweldig qua troep wat je had op 1 januari. Iedereen maakte er zelfs foto's van. Ik weet nog alle forums en zo waar ik op zat. Iedereen maakte foto's, heel trots om te laten zien wat voor troep ze wel niet hadden gemaakt. In deze tijd, ook kijkers laten gewoon weten van dat je geen troep kan maken met vuurwerk. Terwijl we betalen allemaal gemeentelijke belastingen, waardoor de gemeente eigenlijk... Dat zit al in de kosten die jij maakt als bij de gemeente. Dus de gemeente die moet zorgen voor een schone stad. En natuurlijk weet ik wel dat je bijvoorbeeld niet blikjes drinken en zo de natuur je moet smijten. Maar als jij een mat afsteekt, wat voornamelijk bestaat uit karton, dan zal dat vanzelf zich ten eerste verteren. En bovendien ja, is er altijd nog gemeentes die dat moeten opruimen. Waar het niet dat ik er wel voor ben hoor, laten we niet verkeerd begrijpen. Met oud en nieuw vind ik wel dat iedereen gewoon een deel van zijn eigen troep moet opruimen. Maar we moeten niet overdrijven door ieder stukje kruid weg te moeten poetsen, weet je. Maar dat, daarmee wilde ik dus aangeven dat omdat er de afgelopen jaren zoveel is gesproken over het milieu en dat soort dingen, dat mensen zich daar gewoon, er ontstaat nu een generatie die die mening ook deelt. Bijvoorbeeld, we deden laatst dus knetterlinten bij elkaar en dan zag je bijvoorbeeld heel veel reacties van jongere mensen die zeiden van slecht voor het milieu. Maar dat ene kleine mooie bosje die wij afsteken, is dat nou echt zo heel erg schokkend voor het milieu? Ik bedoel, weet je hoeveel auto's er rijden op een dag? Maar goed, je ziet dus, doordat er heel veel campagnes zijn op het gebied van milieu en de stikstof en weet ik veel wat, dat er gewoon heel veel mensen gewoon die mening gewoon automatisch ook gaan delen gewoon. Dus daar hebben we het over ja, dat vuurwerk slecht is voor het milieu. Je mag geen projecten meer doen. Vuurwerktroep is niet meer goed. Terwijl op 1 januari al jarenlang, tientallen jaren, gaat de gemeente op pad om al de vuurwerktroep op te ruimen. Te bizar voor woorden. En om terug te komen op het artikel. Ja, er staat al in de eerste alinea. Het doel is niet zozeer het verbieden, maar het bereiken van een cultuuromslag ten opzichte van vuurwerk. Nou, dat kan je op verschillende manieren interpreteren. Maar hoe ik hem zie staan is ja, het echt het anders doen van oud en nieuw. Oftewel, ja, hoe het nu gaat veranderen. En er is maar één manier om dat te doen. En dat is dus ja, of de tijden nog meer in te krimpen. Dus van bijvoorbeeld van 10 uur 's avonds tot 1 uur 's nachts. Of gewoon inderdaad helemaal te verbieden. En dit is dus puur zo'n propagandabericht waarin mensen dus een bepaalde mening in hun mond worden geschoven. Waardoor wij met z'n allen gaan denken van ja, laten we ons inzetten voor dieren. Terwijl vuurwerk is al jaren, er wordt al jaren in ieder land vuurwerk afgestoken. En dan lees ik ook wel eens dingen dat het slecht is in de natuur om vuurwerk af te steken. Bijvoorbeeld in een bos bijvoorbeeld. Terwijl er zijn zoveel landen waar vuurwerk wordt afgestoken. Ja, waar ik bijvoorbeeld wel voor ben, is namelijk de veiligheidspakketjes die worden uitgedeeld. Daar ben ik het helemaal mee eens. Ik vind wel inderdaad dat er ja, ook bij categorie 1 kunnen er ongelukken gebeuren door verkeerd gebruik. Ja, we hebben allemaal gezien dat knetterkings af en toe gewoon kunnen ontploffen. Verder, waar we ook ieder jaar op komen jongens, is thunderkings. Worden die nou verboden of niet? Het is gewoon heel lastig om dat te snappen. Maar er is dus een motie goedgekeurd door de Tweede Kamer. We hebben allemaal de video van Ruben Koet gezien. Die kunnen jullie allemaal ook even kijken daarover. Maar er is dus een motie goedgekeurd door de Tweede Kamer. Maar daar moet nog over gedebatteerd worden. En ja, voordat dat rond is, kan het best wel lang duren. Alhoewel de 10-uur regel met afsteken natuurlijk ook heel snel al rond was. Echt binnen een paar maanden volgens mij was dat al helemaal rond. Toen in 2014 dacht ik, ergens in mei of zo, was het echt heel snel was het beklonken. Maar ja, ik zou nu nog niet echt zorgen maken. Kijk, kat 3 gaat er sowieso uit. Dat weten jullie ook. Wat echt een lachertje ook is. Want ik vraag me wel eens af, hè, van beseffen die mensen wel wat categorie 3 vuurwerk is, weet je? Want categorie 3 vuurwerk in Nederland, dan heb je het over die grote matten. En die zorgen voor helemaal niks. Ik bedoel, knetterlinten zijn 10 keer harder qua geluid. Zorgen voor veel meer overlast. Maar die dingen moeten er bijvoorbeeld uit. En ja, de grotere thunderkings, nou ja, laten we eerlijk zijn, dan kan je ook cakes wel verbieden. Dus ja, ook die regel vind ik te bizar voor woorden. En ik vind het misschien nog wel gekker dat ook de vuurwerkwereld zelf ja, die dingen ook gewoon zelf uit de handel haalt. Oftewel, ja, ze geven toe dat het gevaarlijk is. En dat is het laatste wat je moet doen. Niet achter je product staan.
Want dan zeggen mensen, zie je wel, het is wel degelijk verboden. En de afgelopen jaren zijn er zoveel meerdere producten uit de markt gegaan omdat ze zogenaamd gevaarlijk zouden zijn. Dan hebben we het over Romeinse kaarsen, hebben we babypijlen, hebben we Thunderkings. Alles wordt op een gegeven moment weggehaald, waardoor je alleen nog grote compounds overhoudt. Ja, die koopt bijna niemand, want die dingen zijn veel te duur voor een bepaalde groep mensen. Waardoor ze gaan zeggen, kijk, vuurwerk is minder populair. En dan kunnen ze dus verbieden, omdat iedereen is, die hele cultuur is dan al voorbij, weet je. Die traditie is dan zo erg aangepast. En dat is wat Tubantia hier wil bereiken. Een cultuuromslag, waardoor wij op een gegeven moment denken van, we doen het niet meer. Het Forum Vuurwerkcrew en AVP, de bekende vuurwerkforums, die waren met z'n allen, echt iedereen stond unaniem erachter van, wij gaan sowieso nog om 10 uur afsteken. Het vuurwerk hoort om 10 uur in de morgen en wij gaan sowieso dan afsteken. 5 jaar later leven we nu in een tijd waarin mensen, dus liefhebbers van vuurwerk, die gaan anderen erop wijzen van dat je het niet voor 6 uur moet afsteken, want dan stimuleer je een vuurwerkverbod. Dus door ons zou dan een vuurwerkverbod zijn. Als wij dus hier om 10 uur 's ochtends vuurwerk af staan te steken, dan zou dat dus helpen voor een vuurwerkverbod. Te bizar voor woorden, want eigenlijk huppel je gewoon mee met die regels totdat er niks meer is. Ik bedoel, je moet juist, net als die boeren, moet je juist tegengas geven en zeggen, wij gaan gewoon om 10 uur afsteken. Jullie bekijken het maar. Die 100 euro boete, die boeit mij niet. Het hoort gewoon overdag. En als je dat niet doet, dan huppel je maar met de menigte mee. En dan zul je zien dat het uiteindelijk helemaal verboden wordt. Want als wij over 10 jaar alleen nog grote compounds kunnen kopen, dan zullen er veel minder mensen zijn die vuurwerk willen met oud en nieuw. Omdat de jongeren, die kopen voornamelijk de goedkope dingetjes zoals Thunderkings, rotjes en dat soort dingen. Ja, en als die groep er niet meer is, is vuurwerk niet meer aantrekkelijk en kunnen ze het heel makkelijk helemaal verbieden. Dus die kant gaan we denk ik heen, jongens. Vooralsnog, Thunderkings, officieel is er nog niks bekend of het verboden wordt of niet. Maar ik vind het een bizar geworden. Het artikel van Tubantia, de brief die is verstuurd aan de inwoners van Amsterdam. Bizar geworden, echt waar. Dat wilde ik even kwijt. Ik wilde dat even met jullie bespreken. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Oud en nieuw komt er nu echt aan, jongens. Morgen om 12 uur komt er een stookvideo in België. Dus ik hoop dat jullie daar heel veel zin in hebben. Vanaf nu, niet om 4 uur een upload elke dag, maar om 12 uur 's middags al. Omdat het natuurlijk kerstvakantie is. Het is bijna zover, jongens. Ik zie jullie weer bij de volgende video. Later.